Mijn naam is Johan Haverdings. Ik werk 18 jaar al voor de bereikbaarheidsdienst van Entrea. Bij de bereikbaarheidsdienst werken wij met z'n drieën. Wij werken buiten kantoortijden. En buiten kantoortijden kunnen mensen ons bellen wanneer er sprake is van een crisis of een calamiteit met een jongere of een kind in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Bij een crisis of calamiteit kunnen wij ingeschakeld worden door zowel ouders als collega-instellingen, jeugdbescherming, als ook medewerkers. Bijvoorbeeld een medewerker belt omdat er een calamiteit is op een van onze groepen waar kinderen wonen. Of een medewerker belt mij en zegt van ja, ik ben niet helemaal zeker over de situatie bij deze mensen thuis. Ik ben daar vanochtend geweest, zou jij een veiligheidscheck willen doen? Dat kan ook. Of er is een crisissituatie, er moet met een kind of een jongere naar een ziekenhuis gegaan worden. De meerwaarde van de bereikbaarheidsdienst is dat wij ook buiten kantoortijden kunnen zorgen voor snelle en goede oplossingen om de situatie in ieder geval weer op gang te brengen. De eigenschappen die je nodig hebt in deze functie, dat zijn kalmte, standvastigheid, de bereidheid om knopen door te hakken en crisisbestendigheid. Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheid, maar ook een grote mate van bevoegdheid. En dat betekent dat je heel veel armslag hebt om dingen te doen. Zonder vooraf allerlei overleg te hoeven voeren. Ik ben echt trots op mijn werk op het moment dat ik merk dat ik mensen weer op weg heb kunnen helpen. Laatst werd ik bijvoorbeeld gebeld door ouders. Die zaten hevig omhoog met hun 17-jarige zoon. Was zeer agressief. Ik heb ze geadviseerd om direct 112 te bellen. En vervolgens is de politie gekomen. Hebben hem opgepakt en meegenomen naar het bureau. Daarna heb ik afspraken gemaakt met de politie. Van luister, als hij straks weer op straat komt te staan. Dan gaat hij weer naar huis. Dan krijgen we het hele spel van vooraf aan. Dus ik heb met hen afgesproken. Ik heb een plekje voor hem voor deze nacht. Zodat hij daar in ieder geval even kan verblijven in een van onze groepen en dat ouders in ieder geval even tijd hebben om bij te komen. Dus ik heb hem daar opgehaald, heb hem in onze groep gebracht en vervolgens ben ik naar ouders gegaan en heb gezegd van oké, dit heb ik voor nu opgelost. Zo hebben we het gedaan en ik heb afspraken met hen gemaakt voor de volgende ochtend. En als ik daar dan uiteindelijk weer vertrek, ja, dan heb ik echt iets kunnen betekenen voor mensen en dat geeft een enorm goed gevoel.